zijn weer de talentploeg in de 74. Kijken naar jeugdwereldkampioenen van vorig jaar. Steven Lefevre en Steven Krol. De trainingsstage onder leiding van Daniel Smith. Australië die zelf heel verdienstelijk 74 zeilde tot 1999. Daarna kwam hij in Nederlandse dienst. En aan boord heeft hij een groot aantal van de Engeling-zeilsters uit het Engeling-project. Die zijn aan het overwegen wat voor type boot ze willen gaan varen. Dus die kijken vandaag mee met de training. Die zullen morgen zelf in de 74 stappen. Om een beetje een indruk te krijgen hoe dat gaat, zo'n 74 zijn. Dat trekken aan die zeilen, dat rukken aan die zeilen, zeg maar, dat doen ze om meer snelheid te creëren om op een golf te blijven. Dan kan je die boot laten surfen. En als je op een golf zit, dan creëer je meer snelheid. Hoe harder je werkt, dit soort rakjes, dan kun je zo een paar bootjes voorbij gaan. En dan tegelijkertijd proberen ze met hun lichaam die boot naar voren te duwen. Kijk, dan trekken ze zo'n boot in plané op een golf en dan surft die poosje mee. Want we gaan achter de coach aan, Daniel Smith, en die is de onderboei en het is heel boeiend en spannend en het leven is gevaarlijk. Daniel Smith, we're in here and we're watching the talent group training, especially the Stevens. What are they practicing? At the moment for their wind, it's their first day out on the water today, so they're just getting comfortable, familiar with the boat again, getting their feelings back. At this stage we're looking at their reaction and timing to the wind, so that's body movements for extra speed and then reaction with their sails as well with that. So now they're on a reach, this is the fastest angle for the 470. Yeah. We're just looking for a good reaction from the crew with their body weight and spinnaker, and from the helm, Stephen. Good reaction with his main sheet and body, also steering with the waves there for maximum speed. Okay guys, we're just head over to that buoy and do a drop. Now they're just identifying the wind, setting up the boat correctly, changing the gears for maximum speed for the wind conditions. Especially this afternoon, the wind's changing a lot, so it's up and down. So then they've got to change the boat settings for optimum performance. 74 is een hele technische boot, dus dat is een hoop. Afstelmogelijkheden zitten daarin en trimmogelijkheden. Daar zijn die mannen nu mee bezig om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus het is niet een boot waar je zo even 1, 2, 3 instapt en gas geeft. Would you say these guys world championship in the youth last year? They have a bright future in this boat. Yeah, they're a great talent for the Dutch sailing. And I think in the coming years you'll see them on top of the podium. They will jump into the top 10 this year already. And then possibly by the end of the year, top 5. It depends on their progression, but I think they're ready to make that step and have made that step over this winter. That sounds quite ambitious. That's good. It is, but I think it's got to be. Yeah. So we might see them battling it out against the Costa brothers. Yes, I would definitely think so in the coming years. I think in one year's time, they should have the Costas on a close level. I think the Costas still have an advantage at the moment just because of their experience, but in this coming year the guys will have more than enough to be on the same level. All right, good luck. Cheers.